Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Daar is Ilicic en die heeft meteen een goede actie in huis en daar is de penalty. Ja, kijk eens aan, tweede minuut van de wedstrijd. We zeiden het net, als Atalanta eerst scoort, dan is het helemaal over en out. En deze Josip Ilicic die lokt op formidabele wijze een strafschop uit. Ilicic voor de 0-1 en hij trapt hem binnen recht door het midden. Cillessen springt naar de rechterkant en het is 0-1. Mooi, ja. Kruis erover. Dat kunnen we wel zeggen. Het wordt nu wel heel moeilijk. Nu moeten ze dus vier keer scoren voor verlengingen. Op het scorebord daar rechts boven in de tribune worden ook beelden getoond van supporters, zag ik. Zou dat dan ook een camera zijn van buiten het stadion? Dat zou wel kunnen. Tackle hier. Die is nodig, maar daar is Rodrigo met de... Met de gelijkmaker. Kevin Gamero, 21ste minuut, halverwege de eerste helft. En Valencia komt op gelijke hoogte. Tegan gaat het nog even checken. Maar de speaker, die is er al van overtuigd. Het staat 1-1. Gamero, we gaan nog eens kijken. Ja, iets gemakkelijk balverlies daar. De Ron die dan nog probeert te recupereren. En dan op het juiste moment, goede voorzet. Appel voor handspel nu bij Ilicic, die dat zeer beleefd druk vraagt. Ja, ja, hij houdt zijn handen achter het lichaam, maar vloog toch naar de scheidsrechter uit Roemenië. Ja, dat zal weer gecheckt worden. Ze zijn de rol nog aan het oplappen, maar komt er een VAR-moment? Ja, het zou zonde zijn voor de wedstrijd, natuurlijk. Ja. Hier Diakabi. Maakt zich breed met die arm. Wat gaat hij doen? Ik denk dat het een penalty wordt. En dat is ook zo. Strafschop voor Atalanta. De tweede van deze wedstrijd. En een gele kaart ook voor Diakabi. Atalanta met Ilicic op 1-2. Jawel, hij kiest de rechter benedenhoek. Heel zuiver binnengetrapt. En Atalanta schrijft ze maar op nu in de kwartfinales. Oh, Palomino. Daar helemaal uit balans. En komt er dan nog een kans van Rodrigo nog steeds. Rodrigo legt hem klaar voor Parejo. Die kan vlammen dat hij een goede rechter heeft, dat weten we. De voorzet komt ook nog en daar is de goal. Dit is een mooie goal van Valencia. 2-2. Nog vier te gaan. En het is opnieuw Kevin Gamero die zijn tweede van deze wedstrijd maakt. Valencia komt op gelijke hoogte via de Franse spits. Ah, is daar de 3-2? Jawel. Kijk eens. Ferran Torres die maakt er 3-2 van en gaf ook al de assist voor de gelijkmaker. Ja, je ziet, nog 25 minuten, Mo. Dat ze achterin toch vaak nog problemen hebben. Daarnet ook drie doelpunten op 25 minuten, is dat volkomen onmogelijk? Ja, je ziet met de positie van Palomino heel slecht. Heel ver naar voren in zijn driemansdefensie. Laat daardoor de ruimte tussen de twee andere centrale verdedigers. Staat daar gewoon volledig slecht gepositioneerd. Kondogbia schieten, dat lijkt me niet de beste optie. Nee. Is de bal kwijt. Atalanta ja, met nu 4-2. 4-2. Zapata rechts. Ja, Zapata moet nu snel meters maken. Snelheid Osalic maken. Zalic in het centrum. Zapata, het gaat naar Ilicic. Ilicic die gaat het zelf doen. Ilicic, jawel. 3-3. En nu doen we echt definitief de boeken toe. Ja. En de hattrick is een feit voor deze Sloveen. Heeft wat pijn. Ja, het was een veelbelovende aanval voor Valencia, maar niemand die kon besluiten en iedereen blijft dan maar voorin hangen. Ja.
Goed gedaan door Freuler. En daar is Ilicic. Jawel, die maakt zijn vierde. Josip Ilicic, 4 goals in 1 Champions League-wedstrijd. Hij kan het nauwelijks zelf geloven. Hij wil eigenlijk al 10 minuten naar de kant. Hij heeft last van de buikspieren of zoiets. Jawel! Deze highlights werden u aangeboden door Expedia en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.